Op zich knap dus dat je in zo'n sterke leg van Gary Anderson een dart of een dubbel krijgt. En als je dit consequent blijft doen, dan komen er op een gegeven moment kansen. Dat is bijna een wetmatigheid. Ja. Maar dat is dus wel wat je moet doen. Per beurt twee triples, dat zou heel erg prettig zijn als je dat kan volhouden. Maar een 9 darts moet je op een finish staan. De vierde voor Anderson. Van Barneveld staat nog op 0. De gemiddelde. Ja, Anderson is wel een stijgende lijn bezig. Kan je zeggen, ja. Van Barneveld ook. Even stijgen wat minder explosief. Ja. De eerste set van Anderson was wel heel zwak. 65. Nu heeft Anderson dus datzelfde initiatief in een leg die van Barneveld is begonnen. Triple 19 is raak. Enkele bol 17 laat tops over. En dan is dit wel heel veel in je eigen leg hoor. En dan lijkt Gary Anderson op stoom te zijn. Dan krijg je die van stoom af. Stoomt die door. Dubbel 10. Daar breekt hij van Barneveld. En mag hij zelf de derde leg gaan beginnen. Ja, toch denk ik dat ook Gary Anderson niet heel happy is met de manier waarop hij zijn dubbel staat te gooien. Het zou met wat meer overtuiging mogen. Dit is iets waar hij best wel tevreden over zal zijn. 580 in deze wedstrijd. Het toernooi zit op 465. Het record staat op 503 van vorig jaar. Ja, dat gaan we verpulveren. Gaat er heel hard aan. Ja, de vierde triple 20 op rij. Nummer 5, geen probleem. En 6. Waanzinnig. Wederom beginnend met 2 keer 180. En dit toernooi is zo vaak al gezien dat dan pijltje 7 meteen afgelopen is. Dus 7 perfecte darts, daar doen we het voorlopig eerst voor. Nee, ook daar weer. Again, zegt hij ook. Again. Want ook de vorige ging dus zei hij nog meteen iets boom in de 1. Ja. En toen gooide hij nog 2 triples erbij. Uiteindelijk een 10 darter, dus in 9 darts gooide hij 500 punten weg. Maar ook nu weer op hetzelfde moment, dezelfde score, 1. 20 en tops. Ja, in 11 darts gaat de derde set naar Anderson. En dit is, dit is wel een setje die er nou aankomt. Want de laatste twee sets gaan dus op overtuigende wijze naar Anderson. Die dus 6 van de 7 gespeelde legs wint. 6 van de 7. Ja, Van Barneveld kan ook niet zeggen dat hij heel veel dubbels heeft gemist of zo, hoor, want dat is echt niet zo. 16. Hij wordt scorend gewoon weggeblazen nu. Hij moet het heft grijpen in de eigen legs. Heft in handen houden. Dan krijgt hij daar van Anderson wel de tijd voor. Want in deze leg is het niet veel. Maar dan heeft hij zelf ook niet veel weggespeeld. Nee. 5 beurten achter elkaar zonder triple voor beide mannen. En
Hij heeft het wel weer gevonden. Anderson en vindt het al meteen met 180 nummer 7. Ja, dat is het verschil. 7-0. Prima natuurlijk die 140ers van Barneveld. Ja, ik bedoel, dit, kijk, de categorie 100 en 140, als je dat bij elkaar optelt bij de 180, dan is het redelijk gelijk. 139. Maar het gaat wel hard nu hoor. Ja. En het gaat hard de verkeerde kant op. Want Anderson 62, dan breekt hij van Barneveld ook alweer in set 4. Triple 10. Niet gegooid. 12 en tops. Nou, dit soort finishes gooit hij dus nog steeds niet, hè? Dan moet hij eruit, gewoon boom. Straf hem. Triple 19, dubbel 19. Triple 20 nu voor dubbel 8. Nee. 55. Gary Gregoire, 14. Tops voor Anderson. Dubbel 10. En die vindt hij wel. Hij breekt dus aan het begin van de vierde set. Raymond van Barneveld. Ja, wint nu dus 7 van de laatste 8 legs. En van Barneveld is het kwijt. En Anderson heeft het helemaal gevonden. Barneveld gaat wat pielen met zijn materiaal. Nou, misschien een nieuwe flight op, ja. Omdat iets kapot was. Ja, hier zit het niet echt in, want Barneveld weliswaar 24%, dat klinkt ervan dat het heel slecht is. Maar hij mist 10 darts op een dubbel in de tweede leg van de eerste set. Ja, en die lek won die alsnog, dus als je die er vanaf haalt, wat je makkelijk kunt doen, want het zijn geen gekostende dubbels die hij gemist heeft, dan valt het allemaal wel mee. En dat is op 38%, is wel goed. Maar hij mist veel meer gespreid, Gary Anderson. Oei, oei, oei. Boerenkool. Ja, en dan een gezonde worst. Ja, het is ineens weg ook dan, hè? 20 top zo dadelijk voor Anderson over om er 2-0 van te maken. En hij, van Barneveld komt niet in de buurt. 140. Gary requires 60. Ja, en hij gaat lekker door. En zo wordt Van Barneveld afgestraft door Gary Anderson. Ja, in de laatste duel Van Barneveld eindelijk zijn eerste 180 gooit. In de laatste 9 legs heeft hij 1 dart op een dubbel gehad. Hij wordt volkomen overklast. Naar een begin van 180, kijken of hij... Want dat kan hij wel. En eens de triples blijven raken. 140 nu. Krijgt steun van het publiek. Ja, dat wil wel. Ja. Vanaf seconde 1. Maar je moet wel wat gooien, want anders valt het stil. Ja. Ze zullen niet heel snel nu partij kiezen voor de tegenstander, want dat is een schot. Dat zullen ze niet zo snel doen, maar ja, dan worden ze stil. Dat is goed. Ja, ja. Nou, dat is toch keurig. Na 9 is op 32. Werd ook wel eens tijd. Het is zijn eigen leuk. En het zal Anderson niet veel pijn doen, maar toch. Dubbel 16 ook lekker vlot graag. En dan wordt het toch weer een beetje neerschudden. Toch vindt hij hem, ja. En wint eindelijk weer eens een leg. Dat is alweer een tijd geleden. De vorige 6 gingen naar Anderson.
lekker doorscoren, zoals het in die vorige leg ook ging. Maar dan zit deze weer rot, dan moet hij naar de 19 toe. En hij vindt ook daar niet echt de trippels. Alhoewel de laatste er dan wel ingaan. Het is ook wel een genot om naar te kijken hoor. Als Gary Anderson in vorm is, dan is het een lust voor het oog. Behalve als je achter hem staat. Ja. Af en toe je nek voelt hijgen. 41 over voor Anderson. Gaat naar tops. Voor alweer een set. Ja, voor alweer een set. De eerste set ging nog naar Raymond van Barneveld. Omdat Gary Anderson op dat moment... Het wel was, maar niet helemaal was, maar in ieder geval niks gooien. En op het moment dat Anderson begint met gooien, is er eigenlijk voor Van Barneveld helemaal geen houden meer aan. Gaan er drie sets op rij naar Anderson. En in die drie sets weet Van Barneveld nog twee lekkies te pakken. Anderson is duidelijk de meneer die het voor het zeggen heeft in deze kwartfinale partij. Anderson Van Barneveld, tussenstand 3-1. Jenkins naar de halve finale. Dat geldt evenzeer voor Adrian Lewis. En Phil Taylor en Mark Webster moeten dat vanavond nog maar gaan uitknokken. In deze wedstrijd gaan we beginnen aan de vijfde set. Met dus een 4 of 3-1 voorsprong voor Gary Anderson. Die boef! Oh, je begint met 180. Van Barneveld houdt dit gewoon niet bij. Nee, klaar. Als Anderson niet helemaal in elkaar stort, dan krijgt Van Barneveld het niet voor elkaar om nog wat uit te zetten. Anderson is in topvorm en vooral scorend creëert hij zichzelf zoveel ruimte. En als hij dan ook nog de dubbels gooit, en dat doet hij dit toernooi dus, want hij finisht ook deze partij gewoon tegen 43%. Ja, dan is hij niet te houden. Kijk naar die gemiddelde, gaan alleen maar omhoog van 83. Nou goed, laten we aanvangszenuwen, noem het maar op. Gaat hij gewoon naar 110, 115. Dat is zijn niveau voor dit toernooi. Nou goed, 102 is ook gewoon nog prima. Want als je dat allemaal dan plus en min, kom je toch ongeveer op 105 tot 108 uit. En dan ja, is het voor hem, dat is jammer dat die eerste set zo laag is. Dan zal het gemiddelde wat lager uitkomen. Maar hij staat prima te spelen. En hij heeft een machtig wapen in al die 180ers die hij gooit. Ja, was al koning 180 met 26 voor vandaag. Hij heeft er nu alweer 9 bij. Komt er 35. 100. Gary requires 64. En als Schijn niet bedriegt, gaat hij nog wel een wedstrijd en misschien wel twee mee. Dubbel 16 Anderson. 32. Required 94. Triple 18 en tops. Het is gewoon om Anderson te breken. Ja. Want hier zit Van Barneveld wel in de buurt. En met dubbel 10 breekt hij hem inderdaad. En zo komt Barneveld 1-0 voor in de vijfde set. Mag dan zelf gaan beginnen aan de tweede leg van die vijfde set. Kan voor Van Barneveld nog goed komen. Dan is dit jammer. Ja. Je weet dat je na 9 darts zo'n beetje op finish moet staan. Dan begin jij zo zwak en dan komt Anderson. En die knalt zijn 10e 180 van de wedstrijd. Normaal, hè? Hij gooit er gewoon 2 per set, 2,5 per set. Dat is echt ongelooflijk veel. Ja, het is gewoon ziek. En vaak, als hij begon met 180 in een leg, dan gooide hij er nog een 180 achteraan ook.
Want Anderson heeft daardoor het initiatief teruggegrepen. Het is de leg van Barneveld voor Anderson. De kans om te breken met triple 20. 2. En tops. En hij doet het, ja. Het ziet er wel heel goed uit. Ja, Anderson is fantastisch bezig. Als je elke keer toch zo begint, wat moet je dan? Als tegenstander ben je toch gewoon klaar. Gek van natuurlijk. En hoe moet je deze man dan stoppen? Die is bijna niet te stoppen. Op deze manier is hij bijna niet. We hebben hem twee toernooien gezien, Leo. En wij hebben het gezien. We hebben alle wedstrijden gezien. We hebben hem twee toernooien ook zo zien gooien. En toen was hij ook niet te stoppen. Nee. En toen was iedereen er. Zowel van de BDO als van de PDC. Alle grote namen waren er. Dat waren de sterk bezette IDL en World Darts Trophy van, wat was het, 2007? 7, ja. En daar kwam echt niemand bij hem in de buurt. Ook Phil Taylor niet. Adrian Lewis toen op de IDL bijvoorbeeld in de halve finale ging er met 9-1 aan, hè. Boter en suiker noemen ze dat. Hij won toen de finale van Webster, daarvoor de halve finale van Lewis met 9-1. Hij won ook van James Wade, bijvoorbeeld van Mervyn King. World Darts Trophy in de finale van Phil Taylor. En die Hamilton, iedereen ging eraan. En dit is bijna voldoende voor een 2-1 voorsprong. Ja, 2-1. Weer in Andersons voordeel. Ja, en als er nog wat moet gebeuren, moet het wel heel snel gaan gebeuren nu voor Van Barneveld. Moet sowieso deze komende twee legs winnen. Ja, begin jij met 140. Bam, bam. Weer die eerste twee. Je kijkt om en dan zitten er alweer twee in. Nou, dit is dus Phil Taylor een tijdje terug. Ja. Ja. Ja, coming next, Taylor Webster. Ook in Engeland voelen ze het al een beetje aankomen. 16. Maar nog niet alles is verloren. Nee. Als hij eerst al even deze twee legs wint, dat is wel een noodzaak, maar geen 4-1 worden. 57. Kom in de kop van Anderson. Op een of andere manier. Want dit is geen goede score. Dus hier kun je van profiteren. 2-2. Ja. En dan nu moet het gebeuren. Publiek voelt het ook. Het moet in deze leg. Zit in ieder geval Anderson op de hielen. Nee, draait je om. Ah. Pech voor Anderson. Scheelt 20 punten. Nineteen.
Toch weer een triple. Maar is de achterstand groot. Heeft hij echt een 180 nodig? Hij heeft er nog niet zoveel in deze wedstrijd, maar kan hem heel goed gebruiken nu. 140. En het zit hem weg. Goed. Had 44 over zo dadelijk voor de set en dan wordt het 4-1. Dat is wel veel. Dus kom dichtbij en profiteer mocht Anderson een foutje maken. 4 en tops voor 4-1. Oh, en hij mist niks ook, hè? Nee. 4-1. De eerste set ging nog naar Van Barneveld. Maar daarna was het heel snel over voor Van Barneveld. En dat had met name te maken met het feit dat Gary Anderson een geweldig hoog niveau haalt. Per beurt, twee triples, meer regel dan uitzondering. En dus is de voorsprong niet alleen duidelijk, maar ook verdiend. 4-1 voor de Schot. Is begonnen aan de zesde set met 140. Mission Impossible begint hier. Ja. 102,32 is het driedarts gemiddelde van Gary Anderson. Ja, dat is dus zijn slechtste gemiddelde van dit toernooi. Ja. En het ziet er nog angstaanjagend uit. En dat, dat het wat lager is, dat heeft met die eerste set te maken inderdaad. Dan gooit hij 83. 100. En Van Barneveld wist, hij moest vandaag top zijn om het Anderson moeilijk te maken. En hij is zelf ook niet top. Nee? Hij is goed. Maar niet geweldig vandaag. Oeh, 146. Triple 20. Nee. Nee. Kijk, hij moet Van Barneveld 4 sets op rij winnen om deze partij nog naar zich toe te trekken. Ik denk niet dat hij aan 4 legs komt. 16 en tops. Dan vrees ik inderdaad, Leo, dat jij gelijk gaat krijgen. Breek meteen weer Raymond Van Barneveld. Maar dit belooft wat voor. En dat Anderson dat beloofde, dat wist al een tijdje. We hebben een aantal keer waanzinnig zien spelen. Het komt er eindelijk een keer uit. Het komt er eindelijk een keer uit. En dan is hij dus beter dan Van Barneveld. Ja, Van Barneveld is niet. Wij hebben Van Barneveld heel veel wedstrijden zien spelen, Leo. En wij hebben Van Barneveld ook wel beter zien spelen dan dit. Ja, ja, ja. We hebben hem ook veel slechter zien spelen dan dit. Dit is Van Barneveld in goede vorm. Maar niet in top vorm. Kampioen vorm. Nee, niet zoals hij dit eerste WK haalde, won. 100. Maar de stijgende lijn is wel duidelijk zichtbaar. Maar deze man is ontketend. En dat zal echt nog heel wat worden hoor, om deze man te stoppen. 90. ...126 met Van Barneveld op 201, dus 6 darts voor die 126. Ja, dat is gewoon tops overlaten, ja. Oei, oei, oei. Is klaar.
tops voor Anderson. En dan is hij nog maar één leg verwijderd van de zege op Raymond van Barneveld. Van dus een halve finale plaats. Dan moet hij morgen uitkomen tegen Terry Jenkins. Ik wens Terry Jenkins heel veel succes. Wat zal hij nodig hebben? Maar als Anderson speelt zoals hij hier vanaf de tweede set speelt. Zoals hij de drie wedstrijden hiervoor speelde, heeft Terry Jenkins, net als van Barneveld, geen schijn van kans. Nee. Tweede 180 voor Raymond van Barneveld in deze wedstrijd. 23e van het toernooi. Ja, dit is een hele knappe leg. Hij staat op 9 darts op dubbel 18. Om maar nog eens te demonstreren dat hij echt wel weer aan het terugkomen is. Maar dit WK komt nog even te vroeg. Leuk talent, hè? 2-1 maakt hij er derhalve van. En de Barney Army pakt dat meteen weer op. Oh, die hadden er wel zin in, hoor. Nee, die zullen toch ook? Nee, dat ziet toch iedereen? Maar hem wegzetten. Voor de winst in deze partij. Zeven minuten heeft het ongeveer geduurd. Gary Anderson tegen Van Barneveld, triple 20 en dubbel 12. Ja, het is een heel, heel sterk de wedstrijd gespeeld door Gary Anderson. Die op tv 5 keer speelde tegen Van Barneveld. En 5 keer won Van Barneveld.